niet. Ja, lieve luisteraars, onlangs zag ik een glimp van de toekomst. En nee, dat kwam niet door het bericht dat er voor kerst een hooikoortsalarm is afgegeven. En ook niet doordat de Oranjes steeds vindingrijker worden in het ontduiken van de erfgoedbelasting. Nee, het toekomstvisioen begon met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die oordeelde namelijk afgelopen donderdag dat Airbnb niet onder de vastgoedwetgeving valt, maar gewoon een informatiedienst is. Airbnb hoeft als gevolg van deze beslissing hun verhuurders niet te dwingen tot een registratie, waardoor toezicht op verhuur vanuit de gemeente onmogelijk blijft. En het is daardoor eveneens onmogelijk om het aantal Airbnb-woningen per stadsdeel te beperken, laat staan om een verhuurlimiet in te stellen. Het is niet meer dan aannemelijk dat er nog meer toeristen zullen volgen, en dat is al natuurlijk een ramp. Hè? We hebben de afgelopen jaren grote steden zien veranderen in slagvelden waarin vakantiegangers vanuit de relatieve anonimiteit van een Airbnb-kot de beest kunnen uithangen. De toerist voelt geen enkele verbinding met de plek die hij trasht. Die is gekomen om te consumeren en ziet de stad niet als een stad, maar als een bakstenen festivalterrein. Laatst vroeg een toerist, echt waar gebeurd, aan een kennis van mij in Volendam, waar notabene de uitgang was. Om het allemaal nog verdrietiger te maken, is die toeristische overbevolking in de grote steden niet minder dan een teaser-trailer voor wat de rest van Nederland te wachten staat. Althans, als het aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer ligt. Zij startte recentelijk in samenwerking met de provincies een actieplan om toeristen het komende decennium te spreiden over de rest van het land. Ik zie dat al helemaal voor me. Asperges kijken in Veghel, hunebedden knuffelen, een tour langs de plantages in Twente waar cannabis nog op authentieke wijze wordt geteeld. Keijzers plan is om de komende 10 jaar het aantal toeristen van 19 naar 29 miljoen per jaar te verhogen. Dat is in economische zin aantrekkelijk, maar het gaat natuurlijk voorbij aan de gevolgen. Nederland verandert zo in een plek die door sprenkhaan tsunamis aan toeristen zal worden kaalgevroten. Nou, voor u niet meer kan slapen door dit troevige toekomstbeeld, er is gelukkig een oplossing. In Venetië, de stad die momenteel nog wordt platgewalst door de dagjesmensen, wordt na veel discussie vanaf mei 2020 een ticketsysteem ingevoerd. Wie erin wil, moet betalen. Mensen die voor werk, zorg of familie aangeleden in de stad moeten zijn, kunnen een vrijstelling krijgen. En forensen een gratis abonnement, net zoals de medewerkers van de Efteling gratis naar binnen kunnen in hun eigen pretpark. Zo'n kaartjesysteem gaat een redding zijn voor Nederland. Daar kunnen we extra handhavers van in dienst nemen, schoonmaakploegen, maatschappelijk werkers die dronken Engelse tieners opvoeden en knokploegen die selfieverslaafden uit de bollevelden kunnen schoppen. Toegangsbewijs klinkt misschien wat groots, maar de plannen voor ons land zijn dat ook. Nederland wordt, als het aan staatssecretaris Keijzer en Airbnb ligt, één groot pretpark. Dan kunnen we ons daar beter naar gaan gedragen. Wil je naar binnen? Kaartje kopen. En net als bij Walibi Flevo en Duinrail geldt, vol is vol.